Nou, ik ben Angeline Lecroos, werkzaam bij de DECN. Aanstaande zaterdag, 7 december, van 10 uur tot 3 uur hebben we hier een expo. Daar gaan wij schilderijen, meubels en allerlei handvaardigheid, materialen verkopen die onze gedetineerden hebben gemaakt, onze cliënten. Alles wat we verkopen, gebruiken we het geld weer om nieuwe materialen te kopen. Wij staan hier sowieso van 10 tot 3. En het is onderdeel van onze dagprogramma. Dus alles wat wij hier verkopen, gebruiken we weer om nieuwe materialen te kopen. Het duurste wat we hebben is meubilair. Dat is ongeveer $625. Het is natuurlijk een hele grote meubilair. Mensen moeten echt komen zodat ze het kunnen zien. Wij hebben helaas geen swipe, geen mogelijkheid om te pinnen. Dus mensen moeten wel met cashgeld komen. Dat is het enige. Ja, ik wil iedereen op Bonaire eigenlijk aanmoedigen om zaterdag aanstaande te komen. Het is heel leuk. Je zal ook kunnen zien wat onze cliënten allemaal maken binnen hun detentie. Dus komen, komen, komen. Wat is het voordeel van zo'n leuke project te doen? Nou ja, het voordeel is sowieso dat de gedetineerde, dus onze cliënt, iets nieuws leert. Of hetgene wat hij al wist voor detentie weet te blijven doen. En dat hij dan na detentie hetgene wat hij dan hier deed kan blijven doen. Of als een bijban of als een eigen echte baan.